Vandaag op de barbecue Koreaanse runderspiezen. Gemaakt van skirtsteak en gekruid met onder andere gochujang. Geeft een onwijs lekkere Aziatische smaak aan je rundvlees. En hoe je ze maakt, laat ik je nu zien. Ben je nieuw op dit kanaal? Ik ben Dennis, dit is Noskos Barbecue. En vanuit mijn achtertuin laat ik zien hoe ik jij beter kunt barbecuen. Dat doe ik met recepten, tips en tricks en reviews. Zoals je meer van mijn filmpjes wil zien, abonneer je dan op mijn kanaal. Dat doe je met de knop hieronder. En als je ook op het belletje drukt, krijg je een melding als er weer een nieuw filmpje online is. Voor deze Koreaanse runderspiezen gebruiken we skirtsteak. Dat is een stuk vlees uit de zij van de koe. Het is een langwerpig stuk vlees. Met een vrij grove draad, maar heeft onwijs veel smaak. En daarom kun je er best wel wat marinade op loslaten, zonder dat echt de smaak van je vlees ten onder gaat. Heel lekker gerecht, werkt perfect met gebakken rijst, dat soort dingen. Je kan het ook in een wrap doen of in een tacootje. Je hebt er niet zo gek veel voor nodig en het is zo klaar. Je kan met een uurtje aan tafel, als je het kort laat marineren. Het beste is om dat een uurtje of vier te doen, maar ik ga je nu laten zien hoe je dat doet. We beginnen met het maken van een marinade voor onze skirtsteak. Die maken we van 4 eetlepels sojasaus. 4 eetlepels mirin. Dat is een Japanse kookwijn. Heb je die nou niet, dan kan je ook Shaoxing rijst erin gebruiken. Dat is de Chinese variant. Of zoete sherry, dat werkt ook goed. 4 eetlepels rijst erin. 2 eetlepels sesamolie. En voor de pit gaat daar gochujang bij. Ook 2 eetlepels, net zoveel als de sesamolie. Nou, dat mengen we even goed door elkaar. En gochujang is van die gefermenteerde Koreaanse bonen, peperpasta. Geeft een pitje en een onwijs diepe smaak, dus dat is een heel mooi ingrediënt voor een marinade. Nou, dit alles meng je even goed door met een garde. En dan zetten we dat apart en dan kunnen we aan het vlees beginnen. Het vlees dat we vandaag gebruiken voor deze spiesjes is skirtsteak. Dat is vlees uit de zij van de koe, uit de flank. Zit in de buurt van de bavette. En bij de vinkelap, die kant uit. Het is een echt stuk werkvlees. En ja, zeker in dit stuk kan je goed zien, de draad loopt haaks op het stuk vlees. Op de lengterichting. En dit is een vrij grove draad. En dat proef je ook als je daarop koudt, als je dat in de lengte zou snijden. Dus je wil hier altijd korte stukjes van snijden. Daarom gaan we hem ook snijden eerst in tweeën. Zo. Dan gaan we dit even apart. En dan gaan we hier strookjes van snijden. En daar gaan we dan weer blokjes van maken voor onze spiesjes. Dat er wat vet op zit, dat is helemaal niet erg. Op de achterkant is dat vet wat dikker. Maar vet is smaak en dit is vrij mager vlees voor de rest. Dus wat nog wel redelijk dooraderd is. Maar dat vet komt het erg ten goede. En ja, dat vet aan de buitenkant, dit, dat ben je dadelijk wel kwijt op de barbecue. Nou, hier maken we weer stukjes van. Zo, en dan worden dat onze blokjes voor op de spiesjes zometeen. En dat doe je met het andere stuk ook. En dan mag het de marinade in. Hele skirtsteak is in mooie blokjes opgedeeld. Gaan we marineren. Ik vind het fijn om dat in een hersluitbaar ziplock zakje te doen. Onze vrienden met het grote Zweedse warenhuis hebben daar een hele goede voor. Daar doe je al je vlees in. En dan mag de marinade erbij. Het voordeel van marineren in zo'n zakje is dat je de lucht eruit kan drukken. En dat je dan veel beter contact hebt tussen je marinade en je vlees. Even een groot deel dicht. Dan duw je even al het vocht eruit, of alle lucht eruit. En dan slijt je het laatste stukje. En dan wissel je dat even door. En dan mag dat de koelkast in. Marineren doe ik eigenlijk altijd bij dingen die klein gesneden zijn. Dan heb je meer oppervlak. Een marinade dringt niet zo gek ver je vlees in. Een millimetertje of 2.
Dus hoe meer oppervlak je hebt, kleinere stukjes, hoe beter die marinade zijn werk doet. Hoe lang marineren? Ja, langer dan een uur of vier heeft eigenlijk geen zin, want het gaat er toch niet verder in. Met een pekel is dan een ander verhaal, maar marinade is niet zout genoeg om echt verschil te maken. Dus een uurtje of vier in de koelkast. Je kan het langer doen. Als je denkt van nou, ik doe dit 's avonds en dan kan ik de volgende dag gelijk aan de slag. Dat maakt allemaal niet uit, maar ja, het effect is min of meer hetzelfde. Dus dit gaat de koelkast in. Leg zo'n zak niet zo in de koelkast, maar doe dat in een kommetje. Mocht die lek gaan, en dat is me wel eens gebeurd, dan heb je nog wel eens een pesto in je koelkast. Dus in een kommetje niks aan de hand. Als er wat scheurt, dan heb je je marinade nog in die kom zitten. En is je koelkast gewoon schoon. Nou, gaat hij de koelkast in een kom. 4 uurtjes. En dan gaan we zo op spiesjes rijgen. 4 uur later is het tijd om te rijgen. Ik gebruik daar deze metalen prikketjes voor. Ik kan er ook bamboestokjes voor gebruiken. Maar als je bamboe gebruikt, dan zijn er een paar tips. Prik het laatste stukje vlees. Zorg dat het puntje daar niet uitsteekt. Want dan verbrand je stokje heel snel op de barbecue. Dat is een van de tips. En die andere laat ik je straks zien buiten bij de barbecue. Wat je kan voldoen om te voorkomen dat het begin van je stokjes verbrandt. Nou, we doen hier lekker veel stukjes vlees op. En zo rijd je alle stukjes vlees aan de stokjes. Deze spiezen gaan we direct grillen. Dus gewoon direct boven het vuur. Je maakt dan een kolenbedje in je barbecue. En ik hou altijd een stukje vrij. Dat is verstandig om te doen. Als er iets te hard gaat, dan kun je het altijd naar de veilige zone leggen. Zo noem je dat stukje. En ja, dit is ongeveer 3/4 kolenstarter van Weber met kokosbriketten. Geeft aardig wat hitte. En dat mag ook wel, want dat vlees mag snel dichtgeschroeid worden. Nou, als je dat gedaan hebt en dat brandt allemaal netjes, dan mag het rooster erin. Dat had ik al schoon gebrand, dus ik doe even mijn handschoen aan, want dat is best wel warm. En zo. Als je nou houten spiesjes gebruikt, houten stokjes, satéstokjes, is het handig om hier een strook dubbelgevouwen aluminiumfolie of 3 dubbelgevouwen aluminiumfolie te leggen. Kun je daar je houten stokjes boven leggen en dan verbranden die niet. En op die manier heb je wat meer speelruimte en verbrand je ook je vingers niet zo snel. Al zou ik ze toch met handschoen of een tang omdraaien. Gaan we de spiesjes halen. Nou, maken we de spiesjes erop. En die hebben ongeveer 4 minuten per kan nodig om mooi te garen. Dus het deksel laat ik gewoon open. We zijn aan het grillen, dus dat kan makkelijk. En dan is het mooi bruin worden. Tegen ja, zijn zwarte puntjes op zitten vind ik eigenlijk zelf wel het lekkerst altijd. Nog best wel goed doorgaren aan de buitenkant. Dus lekker op volle hitte aan de buitenkant en mooi rood houden aan de binnenkant. Skirt steak, als je dat te ver doorgaat, dan is het mega taai, dus dat wil je niet. Nou, na een paar minuten keren we ze even om. Zorg dat het alle stukjes goed liggen. Als je nou merkt dat een bepaald stukje harder gaat, zoals deze die is wat verder gebruikt dan die, dan kun je die 2 stokjes even omwisselen. En dan zijn ze toch nog gelijktijdig gaar. Nou, gaan we mee tot ze gaar zijn. Ja, dat zijn ze zeker. Zo rond de 50, 53. Sommige gaan al wat harder. Zijn ze klaar, maar dat is van de barbecue af. Ik bestrooi er nog wat sesamzaadjes op. En dit keer groen van lenteuitjes, want ik serveer het met gebakken rijst. Je kan er ook mintblaadjes op doen. Of kimchi bij serveren en gewoon alleen witte rijst. Kan allemaal. Een makkelijk recept. Snel te maken, is makkelijk inzetbaar.
en met een stukje steak dat toch redelijk te betalen is. Nou, dat waren de Koreaanse runderspiezen van skirtsteak. Heb je vragen over dit recept of wil je commentaar achterlaten, doe het dan hieronder. Vond je het filmpje leuk, like het dan. Wil je meer van mijn filmpjes zien, abonneer je op mijn kanaal. En als je op het belletje drukt, dan krijg je ook nog een melding als er weer een nieuw filmpje online is. Tot de volgende weer!